Nou, dat vind ik heel ingewikkeld te zeggen omdat je niemand denk ik in het hoofd van Poetin kan kijken. Um, maar uh, het is, denk, we zien wel. Kijk, wat ik heel interessant vond ook, en een uh, beetje vergelijkbaar met wat meneer Van Wijk ook zegt, um, is die speech die ging een beetje over uh, de annexaties en mm -hmm. Oekraïne, maar die ging heel erg, uh, wat heel erg een speech naar en over de mobilisatie, dus naar het ja. eigen volk om uit te leggen, om hun een soort motivational speech het is te dus geven. Dus toch escalerend, of Ze niet? Het is zeer escalerend. Ja. Uh, het is enorm. Het, het hele conflict wordt nu een soort wereldoorlog ja. van ja. Tegen ja, het tegen het een, westen. werd veel gezegd ook vandaag. Het is een oorlogsverklaring eigenlijk. Ja, he? ja. Nou ja dat vond, Moeten we heb zo ik bij de vorige al gezegd. Ja. Hè, ja. Toen die uh, besloten op die mobilisatie, toen heb ik gezegd... dit lijkt wel een oorlogsverklaring aan het Westen. En het doet er nu nog een keer dunnetjes over. Uh, dus ja, nee, het, daarom, het wordt iedere keer een, ja. uh, een stap erger.